Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 1 januari en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en dat was nodig. Want ik heb echt... ik voel me heel brak. Ondanks dat ik eigenlijk een hele normale avond heb gehad. Totaal niet bijzonder. Ik was gewoon alleen, maar toch voel ik me een beetje brak. Het ging vannacht ook nog aardig lang door het vuurwerk. Op een gegeven moment in mijn bed en volgens mij waren ze strijkers aan het afsteken. Want ik schrok me een paar keer helemaal gek. Mickey is wat onrustig. Die zit te miauwen hier. Die was net al heel erg aan miauwen toen ik mezelf aan het klaarmaken was. Want dan ben ik er even niet. En nu komt ze bij me. Planning voor vandaag is gewoon de woonkamer doen. Ik ga morgen of vrijdag de kerstboom opruimen. We gaan er nog even 1 of 2 dagjes van genieten. Het ligt er even aan hoe snel ik morgen met de bovenverdieping klaar ben. Want ik wil even die kamer doen. De rest van de zolder moet ook dringend opgeruimd worden. Maar daar heb ik nog niet de fut voor gevonden om dat te gaan doen. Dus dat moet nog even wachten. Ik ga zo even mijn kaartje legen, anders kan ik jullie er niet bij zitten. Voor nu is de planning de woonkamer dus. En verder met editen. En ik moet eerst zo meteen de was aanzetten, want dit is niet leuk meer. De was stond pelt uit, ook de handdoeken. Maar ik had het nu natuurlijk bewust gedaan, omdat ik gisteren met die oliebollen bezig was. En ik denk, ja, dan heeft het gewoon niet zo heel veel zin om een was te gaan draaien en te gaan drogen. Want dan ruikt alles weer naar het oliebollenspul. Dus dat heb ik bewust niet gedaan, maar dat gaan we zo meteen ook eerst doen. Voor de rest heb ik gisteravond, dus ik hou van Holland gekeken. En daarna gewoon Glee en Rex. Ja, het was verder gewoon heel basic. Het was eigenlijk een beetje op zich wel voor mij een beetje een normale avond. Maar omdat je weet, het is het nieuwe jaar. Dit jaar. Het heeft altijd een beetje een aparte lading. Maar ik ben wel heel blij dat die feestdagen nu gewoon achter de rug zijn. Dat ik lekker, ja, dat het gewoon allemaal weer lekker normaal is. Ik ga er gewoon niet zo heel goed op. Ik heb het nu al koud, dus ik ga zo de verwarming iets hoger zetten. En ja, verder wordt dat een beetje mijn middag. Een beetje afwachten. Mijn oma die wordt op dit moment geopereerd. Dus het is ook wel eventjes spannend hoe dat allemaal afloopt. De operatie zal ongeveer een uurtje duren. Dus ja, op zich hopen we dat het allemaal goed gaat. Dus daar zitten we nu zit ik ook een beetje op te wachten. Goed, ik ga even mijn kaartje legen en ik ga eventjes een wasje in de machine doen. En dan ga ik jullie erbij zitten als ik hier aan de schoonmaak ga. En dan... ja, daarna eventjes verder met editen en hoop ik dat ik ook weer eigenlijk hem afkrijg, want ik ben al best wel ver, dus we gaan het even zien. Zo, heerlijk gevoel. De woonkamer is schoon. Ik ga er altijd wel lekker op. Ik ga nu even mijn vlog verder editen. En dan ga ik jullie verder toch niet bijzetten. Ik ga nu even kijken of ik hem af kan maken. En dan ja, gaan we dat maar eventjes doen. Het is 5:30, dus ik kan er nog wel even aan werken. Maar ik ben in ieder geval weer heel erg blij dat mijn woonkamer weer heerlijk schoon is. En de vlog is af! Jazeker. Nou, ik was al heel ver van de week gekomen. En toen nu hoefde ik dus nog maar een klein stukje. Dus dat scheelt wel. Ik heb het wel een beetje fris. Ik ben gewoon nog een beetje moe. Ook gewoon van vannacht denk ik. En ja, toch even dat schoonmaken. Hakte dan wel weer even in. Maar daar ben ik wel weer heel blij van dat alles lekker schoon is. Mijn ding staat niet goed. Hij moet op Wednesday. De vlog is nu aan het renderen. En dan hoop ik dat ik hem straks kan saven. Maar dat is altijd een beetje een dingetje. Want daar heeft hij een beetje moeite mee. Ik zie dat ze erg vuurwerk aan het afsteken zijn. Oh, wat een mooie potjes. Ik denk dat jullie het kunnen zien. Kan ik dat erin zoomen? Gaan ze nog potjes afsteken?
Zul je net zien, zijn ze klaar. Met naar de camera zijn ze klaar. Ik hoop niet dat er nog wat komt. Wat komen ze daar nog met dat potje? Even wachten. Nee, het zijn knallers. Geen potjes meer. Oh, daar gaat hij. Gaat hij. Ben ik weer te laat, jongens. Waar zijn ze buiten tot maken? Ik ga hem uitzoomen, want er komt niks meer. Anders ben ik toch weer te laat. Vanavond kijk ik lekker televisie. Ik denk dat ik Bo ga kijken, want je hebt een soort show. Lijkt me wel leuk om even te kijken waarmee mijn telefoon nou weer kwijt. Nou, die vind ik zo wel. En Rex en Lee. En gewoon lekker goede tijd. Ik ga straks lekker wat eten bestellen. Dat doe ik meestal op nieuwjaarsdag. En dan vanaf morgen alles weer lekker normaal. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga even lekker relaxen. Katten hebben net lekker gegeten. Ik heb al iets in de keuken opgeruimd. En dat moet ik vanavond nog even verder doen. Dus ja, ik zeg bij deze dan tot morgen. Oh ja, trouwens. De operatie van mijn oma was goed gegaan. Dat wilde ik nog wel even zeggen. Ze was ook alweer bij. Dus dat is heel erg fijn. Dus ja, dat was goed nieuws. Dus ja, nu zeg ik echt tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 2 januari. Ik ben klaargemaakt. Het is een beetje donker hier, maar het is ook donker buiten. Ik was net al zo onzonnig dat ze naar de brievenbus te gaan. En het was zo waterkoud. Was geen goed idee. Maar goed, het is al gebeurd. Maar als ik dus weer naar de brievenbus moet, trek ik mijn jas aan. Gisteravond heb ik een show gekeken met Bovenerven Doris. Het ging ook weer, dan konden ze zoveel geld winnen. En dat was met kluizen. Ik begreep het eerst niet helemaal zo goed. Want er kwam bijvoorbeeld een vraag over kleinkinderen van Beatrix. En er was eigenlijk maar één foto die ik herkende. En dat was die van Amalia. En de rest zei me niks. Maar toen bleek dus, toen dacht ik, waarom maak je Amalia niet open? Dus ja, maar dat zat dus het laagste bedrag. En dus toen snapte ik het. En nou, dan konden ze ook zoveel geld winnen. Niemand die had een best mooi bedrag gewonnen. Dus nou, ik denk prima. Hij zei ook, als ik mijn benzinegeld alweer terugverdien, ben ik al tevreden. Dus daarna heb ik Klee gekeken en Rex. Alleen vanavond zit ik met Klee, dat ze weer een kerstuitzending hebben. En ik ga het wel kijken. Maar ik was eigenlijk al een beetje klaar met die kerstmuziek. Maar goed, dat is even doorbijten. En dan zien we, de rest zal wel weer gewoon zijn. En ik heb nog de Vlaamse Pot gekeken. Dat was weer op tv. Dat was op zich wel grappig om weer een keer te zien. Maar verder niet heel bijzonder. Dus dat was dat. Artikel geschreven. En de vlog die stond al online. Dus dat was allemaal goed gekomen. Ik ga hem nu maar eventjes naar boven begeven. En dan ga ik daar even schoonmaken. Maar dus ik kom wel eens tegenop omdat het zo koud is. Maar des eerder ik begin, des eerder ik klaar ben. Dus dat ga ik maar eens eventjes doen. Oh,
Zo, lekker bezig geweest. Ik heb al even gerelaxed. Ik ga zo meteen even lekker douchen. Ik heb het plekje, het gedenkplekje staat nu dus op de plek waar de kerstboom stond. Ik vind het gelijk wel weer heel erg kaal hier. Je mist toch wel wat licht, maar goed. Het is ook wel weer lekker dat het opgeruimd is, want dan kan ik morgen rustig mijn video opnemen en misschien nog even wat in mijn bullet journal doen. Ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb straks nog eventjes, moet ik de lampjes uit elkaar knopen. En ik moet eventjes de balletjes allemaal netjes opruimen. Staat nu even in de keuken. Ga ik straks even lekker op mijn gemakje doen. Ga ik zo even lekker douchen. Straks even eten. En vanavond kijk ik sowieso de handhavers. Dus ik weet niet of meester Frank Visser nog komt. Dan moet ik even nakijken. Maar anders die. Uncle en Rex. En dat wordt gewoon een beetje mijn avondje. Ik ga jullie dan morgen weer zien. Want ja, ik heb genoeg gedaan vandaag en straks even de laatste dingen opruimen. En dan kan ik vanavond nog even foto's bewerken en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 3 januari, ik ben klaargemaakt. Sorry voor het gemiauw, maar tijgertje is cross. Yeah, ze heeft al een pilletje gehad vannacht. Maar het doet nog niet zo heel veel. Ze blijft heel erg miauwen. En ik vind het een beetje vervelend nu. Want ik moet straks een video opnemen. En zul je zien, er is altijd wel weer wat. Of ze gaan hard in de kattenbak. Of er is er een krol, zoals nu. Ja, ik weet het. Ik moet eigenlijk proberen om zo min mogelijk aandacht eraan te besteden. Want vaak stopt het dan wel. Niet aan het touwtje. Maar ja, ik vind het toch altijd wel een beetje sneu. Maar goed, we hopen dat het pilletje snel werkt, hè? Ja. Ja, het biologische klokje van de binnenkant is gewoon iets anders. Oh, ze knuffelt helemaal de camera, echt. Ja, ga maar met je speelgoed spelen. Dat heb ik al wel vaker verteld, maar het is nu gewoon even vervelend. Gisteravond heb ik Lee en Rex gekeken en ik had de handhavers gekeken en meester Frank Visser. Ja, Klee was iets minder omdat het dus een kerstuitzending was. Het zat wel heel mooi in elkaar. Maar zoals ik dat gisteren ook al vertelde. Ja, weet je, wij hebben net alles achter de rug. En ik kon op een gegeven moment ook al geen kerstnummer meer horen. Dat was al vrij vlot. En toen moest het nog kerst worden bij ons. Want omdat ik de laatste maanden best wel veel in de auto heb gezeten. En dan had je die kerst. En de meesten draaiden ook die kerstzender. Dat je op een gegeven moment, nou, je hoort sommige liedjes hoor je gewoon wel 3 keer in 1,5 uur of zo. Nou, dat was echt gewoon niet zo heel gezellig. Maar met Rex heb ik zo gigantisch gelachen. Echt waar, ik kan zo genieten van die hond. Er was een moord in het ziekenhuis. En er stond eigenlijk op die deur stond een bordje met verboden voor honden. Nou, normaal is Rex niet iemand die zich daaraan houdt. Maar hij bleef nu voor die deur zitten. Waardoor een van die collega's zegt van... Ja, wat is er, Rex? Normaal deer je ook niet als er zo'n bordje staat. Nou, zegt zijn baas, je zal wel een goede reden hebben waarom die buiten blijft. Nou, dat was ook zo. Tegenover dat ziekenhuis zat een parkje. En Rex ging naar dat parkje toe, want hij liep een hond. Maar hij liep naar dat parkje toe en hij vond een hondenkoekje. En hij rook aan dat koekje en dat koekje rook dus niet goed. Want hij gooide dat koekje in de put. Maar dat hondje had inmiddels ook weer een ander koekje gevonden. Dus hij ging naar dat hondje toe. Tijger, hou op. En hij begon te blaffen. En het hondje dat rende eigenlijk weg. En hij pakte dat koekje zo onder zijn pootje. Rex ging terug naar het ziekenhuis. Blaffend voor de deur zitten. Dus zijn baasje die in het ziekenhuis was. Die zegt, oh ik hoor Rex. Ik ga even kijken wat er is. Dus hij komt buiten. Ja Rex, wat is er aan de hand? Ja. Hij begon te blaffen en hij stak zijn kopje naar boven. Met andere woorden, ik wil je wat laten zien. Nou, dus dat baasje mee naar het park. En Rex die wees hem eigenlijk op dat hondenkoekje. Oké, ik neem het koekje wel mee om te onderzoeken. Nou, toen ging Rex die leidde het baasje naar een vrouwtje die op een bankje zat. En die vertelde, ja, mijn hondje is gisteren overleden aan vergiftiging. En dat was heel zielig. En ze houden je hond maar goed in de gaten. En, nou, kom Rex, wij gaan weer terug. Maar Rex wilde niet. Oh, ik begrijp het al, zegt zijn baasje. Ik denk, jij wilt de vergiftigeraar pakken. Nou, dat was ook zo. Dus Rex bleef in het park. Zie je de grote doos staan. Er komt een man aangelopen. En ineens komt die doos in beweging. En er komen 4 paar pootjes onderuit. Nou, Rex zat dus onder die doos. En hij liep dus met die doos over zijn lichaam. Liep hij. Nou, het was gewoon een heel komisch gezicht. Ik moest keihard lachen.
En hij had dus inderdaad een goede man, want die man legde een koekje neer. Dus Rex die zette de achtervolging in. Die man die, en op een gegeven moment sloeg hij een weggetje in. Dus die man die keek zo heel triomfantelijk van, ja, ik heb die hond lekker afgeschud. Maar nee, toen stond Rex voor hem en gromde en toen. Hij pakte hem bij de mouw. Hij moest dat koekje oprapen. Ja, oké, ik raap het wel op. Maar eigenlijk, tenzij hij dat koekje opraapte, maakte hij zijn riem los en viel Rex met de riem aan. Maar Rex die was veel sneller en sterker. Dus die had die kerel gewoon. Hij pakte die riem gewoon. Dus hij nam die man mee naar het politiebureau. En toen zat hij daar op een gegeven moment binnen. En ja, je moet je tas leegmaken. Want ja, hij heeft je niet zomaar mee naar binnen gebracht. Nou, hij haalde er allerlei spullen uit. Het ging veel te langzaam. Dus dat baasje van Rex die trekt die hele tas leeg. En dan komen die hondenkoekjes kwamen eruit. Ja, maar die moest ik van hem oprapen, zegt die man. Ja, maar die koekjes zijn vergiftigd met rattengif zat er dus in. Ja, echt. En oh, dat heb ik niet gedaan. Dat wist ik helemaal niet. Dus zijn andere collega die zegt ook eigenlijk van, gelooft iemand hem? Maar niemand gelooft die man. En Rexy staat op, die pakt zo'n lamp, zeg maar, gewoon zo'n lamp, en die schuift hij naar die man toe. Er komt zo'n heel fel licht uit. Die zette die recht op die man. Met andere woorden, je gaat nu bekennen. Nou, uiteindelijk had hij dus die koekjes ook echt vergiftigd, want hij woonde naast een parkje en daar liepen veel honden rond die blaften, dus hij was daar klaar mee. Nou, dat hadden ze opgehelderd. Op een gegeven moment hadden ze ook de dader van de moorden te pakken. En die wilde ontsnappen in een auto. En wat doet Rex? Rex die legt gewoon een ketting aan de trekhaak. Zodat hij eigenlijk niet verder zou komen. Maar dat was echt geweldig. Dus dat was dat. En vanavond Flikker Maastricht. Yes, een nieuw seizoen. Maar ik ben wel een beetje de weg kwijt met deze dagen. Ik moest steeds een beetje van, oh ja, het is nu vrijdag. Het komt allemaal nog niet zo binnen. Ik ga nu even stofzuigen, dan ga ik een video opnemen. Ik wil ook even mijn bonenalbst afhalen en boven eigenlijk eventjes de kerstboomzakken terugzetten. Want ik heb gisteravond zo zitten struggelen met de lampjes die allemaal in de knoei zaten. Daar ben ik zo lang mee bezig geweest, maar ik dacht ik wil ze gewoon uit de knoop hebben. Want anders zit ik volgend jaar bij gezondheid met die lampjes te klieren. Of volgend jaar zit ik, hè, als ik weer de kerst op moet zetten, weer met die lampjes te klieren. Dus ik ga ze niet in de knoop in de doos doen, want dan weet ik zeker dat ik ze er niet uit ga halen. Dus heb ik ze uit de knoop gekregen. Daar was ik heel blij mee. Dus dat staat allemaal lekker boven. De kerstkaarten nog even opruimen. Oh, ze speelt met de staart. Maar ga ik eerst even stofzuigen en hoop ik dat de video een beetje goed gaat in verband met het miauw van het tijgertje. Dus dat ga ik nu maar even doen. Zo, de video staat erop. Ik ga nu even mijn bonen afhalen. Dan probeer ik nog even wat te tekenen voor mijn budgetje. Dan moet ik eigenlijk even een voorkant maken voor september. Dus ik ga even kijken of ik er gekomen. Maar eerst maar eens even de bodempunten. Alles is klaar. Kat heeft het gegeten. Oh, foei. Ik heb boven even de kerstboom weer op zijn plek gezet. Even de kooi van Bunny een beetje verschoven. Zodat er weer wat meer loopruimte is. Want het is echt vol nu daar. Moet er echt gaan opruimen. Maar dat komt dit jaar sowieso wel. Ik heb gisteren mijn nagellak verwijderd. Want het was heel erg beschadigd door die lampjes die in de knoop zaten.
Ik ga nu in ieder geval nog even lekker chillen. Straks even lekker douchen. Daar heb ik wel zin in. Ik heb het heel koud. Koken en vanavond natuurlijk paraat zitten voor Flikken Maastricht, het nieuwe seizoen. Daar heb ik heel veel zin in. Dus, nog Klee kijken en Rex. Ik denk nog even, komt een... Nee, is er een dokter in de zaal? Even terugkijken. En ik moet vanavond nog editen en ik moet een artikel schrijven. Dus ik ben nog wel eventjes zoet. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Verder is het niet heel spectaculair. Eigenlijk een beetje zoals elke avond. Ik ben het nieuwe boek begonnen, want ik was bezig met de dokterserie van E.L. Todd. Daar heb ik de eerste twee boeken nu van uitgelezen. Echt super spannende boeken. Maar ja, nu is het weer wachten op deel 3 en die is er nog niet. Dus ja, dat is wel jammer, want je wil hem eigenlijk in één keer doorlezen. Want het gaat zeg maar over een koppel dat eigenlijk getrouwd is, maar inmiddels gescheiden. Omdat de man homoseksueel blijkt te zijn. Ze zijn wel hele goede vrienden gebleven, steunen elkaar door dik en dun. Alleen zij valt dan op zijn broer. Daar had zijn broer nooit gezien, want die heeft in het leger gezeten. En die is ineens terug uit het leger en hun voelen een aantrekkingskracht tot elkaar. Alleen hij vindt het niet oké in eerste instantie dat hun wat zouden beginnen. Uiteindelijk stemt hij dan toch toe, maar hoe dat dus nu verder afloopt, dat weet ik niet. Want ik wacht op boek 3 en nu ben ik met een ander boek bezig. En er zit nog niet heel veel verhaal in. Kan ik je nog niet heel veel over vertellen. In ieder geval, dat meisje ontmoet een mysterieuze man. En die komt ze elke keer weer opnieuw tegen. Op een gegeven moment zegt hij, dit is de laatste keer dat we elkaar hebben gezien. En dan komen ze elkaar toch weer tegen. Dus dan zegt hij, ja, we zijn toch voorbestemd. Maar of daar verder iets uit gaat komen, weet ik niet. Ik weet ook even de titel zo niet. Maar daar kom ik later nog wel even op terug. Goed, ik ga nu even wat drinken en relaxen. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 4 januari. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo even stofzuigen. Even kijken of er iets van de was droog is, want er moet echt een andere in. Want het is echt niet meer te doen. Dus ik hoop echt dat er wat van droog is. Ik wil even mijn kwasten wassen, even stofzuigen. Ik denk nog even wat in mijn bullet journal doen. Nog wat schilderdingen doen, wat overtrekken. Misschien dat het gaat worden. Gisteravond heb ik lekker Flikken Maastricht gekeken. Het was echt zo leuk weer een nieuw seizoen. Alleen gelukkig doen ze wel een terugblik. Maar het was misschien handiger geweest. Ik moet even een nagelveldje hebben, merk ik. Als ze misschien toch eventjes... De weken van tevoren, ja, dat gaat in dit geval niet zo makkelijk, omdat je met die feestdagen zal toch eventjes nog die laatste aflevering hadden uitgezonden. Want omdat er toch altijd wel een jaar tussen zit, heb je toch altijd wel even, moet je altijd even een soort van, terugkomen in het geheel. Ik zet jullie even neer, ik moet even mijn nagel veilen. Het was ook weer een dubbele aflevering. Het was wel een enkele, maar volgende week gaat hij dus verder. Dat bedoel ik. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het verder afloopt. Want ik vond het wel echt heel spannend. Ik heb net even wat make-up opgeruimd hier. De bak van mijn favoriete producten heb ik leeggemaakt. Want er kunnen er alweer nieuwe producten in. Ik was trouwens niet helemaal tevreden over de video van gisteren. Ik vond hem toch wat te donker. Ik moet echt nog even een beetje spelen met... Hoe ik hem ook daadwerkelijk dan zo licht kan krijgen. Want op het scherm is hij dan heel licht. En als ik hem dan eenmaal op de computer heb, dan is hij toch wat aan de donkere kant. Dus het is een beetje lastig. Maar goed. Daarna heb ik Lee gekeken. En uiteraard Rex. Dus dat was mijn avond. GTST had ook wel een bijzondere aflevering. Dat stond helemaal in het teken van borstkanker. Omdat een van de personages die heeft in de serie nu kanker. En daar hadden ze dus echt de mensen bij gebruikt die dus borstkanker hebben gehad. En nu gelukkig wel schoon zijn verklaard. En die mochten dan zeg maar op een catwalk lopen. En die deden ook echt hun verhaal. Je zag echt stukjes tussendoor met hun verhaal. En dat was wel heel bijzonder. Ja, verder eigenlijk heb ik ook niet zo heel veel te melden. Want er is niet heel veel... gebeurt in de tussentijd tussen nu en gisteren. Dus dat was het eigenlijk een beetje. Ik
Ik denk dat ik gewoon eventjes ga kijken wat er van de was droog is. En dan ga ik even stofzuigen. En dan ga ik soms dan eventjes mijn kasten wassen. En ik ga die er gewoon bij zetten vandaag. Want ja, verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te melden voor nu. Ik heb de gaatjes weggewerkt. Ik heb nu hier dit tegeltje opgehangen. Dat vond ik net iets mooier. En hier al heb ik nu een fotolijst. Er moeten nog wel fotootjes in, maar ik heb nu niks. Maar die hangt dus nu hier zo. Dat vond ik wel leuk. Toch even weer wat verandering in. Alle gaatjes zijn nu weer weggewerkt. Ik heb in de gang heb ik hem weer eventjes aangesmeerd. Want ja, ik kon hier toch een beetje doorheen, maar hij is weer aangesmeerd. Dus nou ja, ik vind het voor nu wel weer even goed. Even kijken. Ik ga even wat drinken en dan ga ik eerst de kwasten doen. De was is nog niet heel erg droog, dus ik hoop dat ik hem morgen eentje aan kan zetten. Omdat het heel erg over elkaar heen hangt natuurlijk. Dus... Ook deze heb ik alweer even gefixt. Ik zal even een andere lamp aan doen, want ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Het is echt zo donker hier. Ik heb dus nu die foto van Nathalie en mij van de huishoudbeurs ingedaan. En een tekstje. En alleen dan moet ik hier nog een fotootje voor, want die heb ik nu niet. Maar het ziet er alweer een stuk anders uit, dus dat vind ik al wel weer mooi. Ik moet een heel klein fotootje, dus ik dacht hier misschien een leuk fotootje van de katjes. Maar die moet ik dan nog even een keer printen, want die moet... Ja, die moet heel klein zijn, maar dit vind ik al een heel ander gezicht. Goed, ik heb even mijn spullen klaargelegd. Ik ga even overtrekken. Ik moet toch even het groot licht bij hebben. En ik zet jullie er gewoon bij. Zo, alles weer opgeruimd. Dat was voor jullie nu ook niet heel interessant. Want ik moest alleen maar overtrekken. En dat moet sowieso beneden. Want boven dat zit niet zo'n heel lang stopcontact. Dus ik heb alles nu wel overgetrokken. Ik ben wel blij dat ik die dingetjes nu verhangen heb. Dus dat is al wel positief. Ik heb er nog eentje ingedaan. Maar nou weet ik niet of ik het had laten zien. Dus mij wel. Ik ben een beetje in de war. Ik weet niet. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen, straks douchen en eten. Vanavond kijk ik All Together Now en Wie Ben Ik. En dan neem ik even, komt een man bij de dokter op en dan kijk ik dan later even terug. Enkele en Rex, ik heb een beetje last van mijn buik. Ik ga nu ook verder niks meer doen, mijn batterij is bijna leeg. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Want ja, nu even lekker relaxen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 5 januari. Ik zit op de bank en... ik heb gisteravond All Together Now gekeken. Komt een man bij de dokter. Klee, Rex en Wie Ben Ik. En dat was wel leuk. Ik heb mijn nagel niet gedaan. Dat doe ik vanavond. Maar ik wilde eigenlijk even terugkomen op wat dingetjes. Ik heb niet heel lang om te filmen, want mijn kaartje is bijna vol. Even over de situatie van Tijgertje. Die was natuurlijk van de week Krols. En dan snap ik dat heel veel mensen zullen zeggen, waarom laat je nu niet steriliseren? Ik heb niet, ik ga niet zeggen hoeveel inkomen of wat ik te besteden heb per maand. Maar het is niet, het is geen vetpot, laat ik het zo zeggen. Ik kom er prima mee toe, maar... Voor extra's moet je dus sparen. En een sterilisatie is best wel veel geld. Sterilisatie. Ik heb daar toen naar geïnformeerd. En ik schrok eigenlijk best wel van de prijzen. Als ik toen zag wat
bij mij, de kat die bij mijn moeder woont, heeft gekost, zijn die prijzen zo erg gestegen de afgelopen jaren. Ze dus kunnen je een prijsopgave geven alleen van wat een sterilisatie kost. Maar er komen altijd kosten bij, omdat je niet weet of dat een poesje nog medicatie nodig heeft daarna. En ik heb dat gewoon niet zomaar. Ik heb er natuurlijk ook 3. En dan kom je ook op het punt, je hebt zelf die keuze gemaakt. Absoluut. Alleen, dat is toen ook wel gegaan in met mijn ex toen. Je wilde er elke keer toch gewoon een poesje bij hebben. En ik was het daar ook wel mee eens hoor, absoluut. Alleen qua sterilisatie en zo is er gewoon niet heel erg goed over nagedacht. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb daar natuurlijk wel toen op gehamerd. Alleen hij vond het toen niet belangrijk. Ik had op dat moment geen inkomen. Dus ik kon ook niet zeggen, weet je, dan betaal ik het. Ja, en dan kom je dus op het punt dat je met bepaalde dingen komt te zitten. Zoals krolsheid. Voor mij werkt op dit moment de kattenpil gewoon heel goed. Omdat het voor mij heel betaalbaar is. En ze daar eigenlijk ook de krolsheid door weggaat. Ook al is het wel maar tijdelijk. Maar het is voor mij gewoon momenteel niet houdbaar om de katten te laten helpen. Ook even op het punt terugkomen van de video die gisteren heel slecht kwaliteit had. Dat klopt. Ik was er zelf ook niet tevreden over. Ik heb er natuurlijk gisteren al wat over gezegd. Ik ben nog steeds heel erg bezig met het licht en zo. Want op mijn beeldscherm ziet het er dan heel goed uit. En op de computer is het dan echt, is het licht eigenlijk 10 keer niks. Ik merk het ook met mijn foto's. Ik zie ze op de camera er heel goed uit. En dan heb ik ze geïmporteerd op mijn computer. En dan denk ik van jeetje, het ziet er eigenlijk helemaal niet mooi uit. Ook daar zijn investeringen in nodig. Ik zou bijvoorbeeld heel graag een speciale lamp hebben voor het filmen. Maar ja, dat zijn allemaal dingen, daar moet ik voor sparen. Ik heb natuurlijk het afgelopen jaar best wel wat uitgaves gedaan die wel duurder waren. Maar ook daar heb ik heel lang voor gespaard. Het is niet dat ik die zomaar even uit de losse mouw schud. Dus ja, daar wil ik toch even op terugkomen voor de verwarring die eventueel kan ontstaan. Toen was mijn kaartje vol, dus ik film even nu met mijn telefoon verder. Dus ja, dat zijn eventjes de dingetjes waar ik toch even op wilde terugkomen. Het is niet dat ik het niet wil, maar het is gewoon even puur het feit van het niet kunnen. Ook het vervoer blijft daar een dingetje in, want ja, je bent altijd afhankelijk van iemand. En kijk, je moet een poesje waarschijnlijk vroeg brengen naar een dierenarts. Kun je ze einde van de dag pas weer ophalen. Ik heb niet de hele dag door iemand die met mij mee kan. Dus ik ben daar gewoon een beetje onthand in. En ik weet niet hoe dat gaat. Of dat ze dat bij een dierenarts willen doen om hem te halen en te brengen. Ik ga er niet van uit, want dat is toch weer een luxe positie. Dus ja, dat zijn gewoon een beetje de struggles waar ik mee loop. Dus daar wil ik toch even op terugkomen. Dat je niet denkt van, ben je ongevoelig of waarom doe je dit je kat aan? Gewoon puur even, het lukt nu gewoon even niet. Tijgertje is nu ook niet meer krols. Het gaat nu weer super goed. Ze is weer dezelfde. Ze is weer lekker knuffelig. Dat was ze trouwens met de krolsheid ook al. Ze loopt weer rond en ja, dat ze liep al wel rond, maar ze miauwt niet meer. Dus het is nu gewoon over. Ik heb eventjes mijn dressoir leeg gehad. Want ik weet niet of ik nog een medicijntje die ik moet hebben nog heb. Anders moet je even aanvragen. Dan moet ik even zo gaan zoeken of er nog wat in zit. Maar dan moeten even wat dingen van opgeruimd worden. Want er liggen veel lege doosjes. Die wil ik gewoon weg hebben. Straks even foto's maken. Zo even stofzuigen. Voor de rest zal ik jullie vandaag niet echt ergens bij zitten. Omdat ik gewoon een lekker rustig dagje heb. Zoals eigenlijk elke zondag. Dus dat is een beetje mijn planning. Ik had het gisteravond heel erg koud. En ik heb het nu wel weer koud. Ik heb wel de verwarming al aan. Maar het blijft een beetje, een beetje koud in huis. Ook een beetje met mijn was, want ik moet echt een was aanzetten en ik weet niet hoe ver deze droog is die er nu hangt. Ik had het er gisteren met mijn moeder over en die zei van, nou ja, misschien dat je met de tijd nog eens een keer kan kijken naar een condensdrogertje.
Ik kan geen droger met een slang. Want ik heb geen mogelijkheid om die naar buiten te laten gaan. En zou ik eventueel een droger kunnen aanschaffen, kunnen hebben, moet die naar de zolder. Want ik heb hier verder beneden gewoon geen plek meer. En het zou voor je handdoeken natuurlijk wel super fijn zijn. En sommige basic shirtjes kunnen erin. Maar dit is gewoon echt 10 keer drama. Boven, het droogt niet. Ik hoef hier mijn wasrek niet neer te zetten, want dan gaan de katten opspelen. Dan wordt hij weer omgegooid, dus dat heeft ook geen zin. Dus ik moet even roeien met de riemen die ik heb. Ik ga nu even stofzuigen en ik ga daarna eventjes, zo eerst ook eventjes dit opruimen wat op het dressoir ligt nu. En dan straks even mijn foto's maken. Dus dat is eigenlijk wat ik zo even ga doen. Zo, ik heb alles gedaan. De foto's zijn gemaakt. Ik moet nog even de laatste spulletjes opruimen. Ik heb de doos van T-Mobile klaargemaakt. Die kan dinsdag opgestuurd worden. Ik heb de was opgeruimd. Ik heb een nieuwe was in de machine zitten. Dat geeft ook wel heel veel ruimte in mijn hoofd. Want mijn hoofd was zo vol met al die was. Dus dat is ook wel lekker. De katjes hebben nu net lekker gegeten. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Straks even douchen en eten. Vanavond kijk ik Keizersvrouwen. Ik wil toch even een baantje de serie het begin een kans geven. Neem ik Alberto Stegeman even op, die kijk je later. Enkeli en Rex. En dat wordt een beetje mijn avond. Eigenlijk niet heel bijzonder, maar ja, er is het ook zondag voor. Dan morgen ga ik gewoon weer eventjes volgas en schoonmaken. Want gisteravond na het afwassen had ik al wel het plankje, het laatste plankje in de keuken heb ik alvast schoongemaakt. En ook het rekje waar mijn koffiecupjes in zitten. Ik doe gewoon beetje voor beetje wat. Omdat het deze week allemaal, omdat het even een beetje moeilijk inplannen is. Nu wanneer ik die keuken echt heel grondig kan doen. Dus elke keer al doe ik al een beetje. Dan is dat alweer schoon. Dus dat is ook wel lekker. Ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. En ja, even lekker relaxen. En als straks mijn dingetjes doen, dan moet ik vanavond ook mijn foto's bewerken. Ik wil mijn nagels lakken, dus nog zat te gebeuren. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag 6 januari. Het is maandag. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een beetje overbelicht, want het is een beetje zonnig. Je ziet achter mij het wasrek staan. Die heb ik gisteravond toch naar beneden gehaald, want ik zit echt in de knoei met mijn was. Ik moet eigenlijk alweer een nieuwe was in, maar deze is gewoon, ja, nog niet echt droog. Nou, het begint wel droger te worden. Maar misschien dat ik dat morgen of woensdag kan doen. Morgen zal wel niet. Want morgen ben ik even weg. Ik ga namelijk een nieuwe bril uitzoeken. Dus vandaar dat ik ook zometeen de klusjes ga doen die ik normaal op dinsdag doe. Het is al de derde maandag op rij. Maar goed, vanaf volgende week is het gewoon weer op dinsdag. Gisteravond heb ik Keizersvrouw gekeken. Dat blijkt nog steeds een hele goede serie. Vond ik heel erg spannend. Ik word er nog steeds echt wel in meegetrokken. Ik heb een haartje hier. En dat kriebelt. Maar ik kan hem niet pakken. Ik vraag me wel af of iedereen er helemaal ongeschonden uitkomt. Want er gebeuren allerlei dingen die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Dus ik vraag me heel erg af hoe dit gaat aflopen. Maar het is eigenlijk wel zo'n serie die je eigenlijk het liefst zou willen doorkijken. Dat kan dus niet. Ja, tenzij je wacht totdat het helemaal is afgelopen. Maar dan moet je volgens mij ook via een soort platform kijken waar je voor moet betalen. Dan kun je alles achtereen kijken. Hè. Dat doen heel veel zenders tegenwoordig. Dat was heel spannend. Daarna ben ik overgegaan naar Baantje de serie. Dit was nu aflevering 1 na de film. En er zijn toch een aantal dingen die voor mijn gevoel niet helemaal kloppen. Allereerst het taalgebruik. Er werd een aantal keer best wel grove taal gebruikt. Niet dat ik me daaraan stoor hoor. Want ik bedoel, ja, we leven in een tijd dat het je soms om de oren vliegt. Alleen, je moet natuurlijk nagaan. Ik heb ook hier op mijn oor. Dat dit in de jaren 60 misschien wel eerder afspeelt. Dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar goed, hè, de kok is nog jong. Dus nou ja, laten we even zeggen die jaren 60. Misschien eerder. Dat maakt ook niet zo heel veel uit. Alleen het taalgebruik wat soms gehanteerd werd. Ik weet zeker dat dat in die tijd gewoon niet gebruikt werd. En daarom kun je wel merken dat het in het dat het nu is opgenomen. In echt een jaar. God, hoe ga ik deze zin formuleren? In 2019. Dat, hè, tegenwoordig is het heel normaal om
wat grove woorden erin te gooien. Hè? Ik bedoel, dat is tegenwoordig heel normaal. Dat is niet meer echt dat je denkt van, oh, wat zeg jij nou? Maar dat had ik dus nu wel een beetje. Dat ik dacht van, oh, dat vind ik niet kloppen. Want ik denk niet dat het in die tijd heel gewoon was. Zeker niet voor een baas of leidinggevende. Daarnaast hadden ze op zich wel voor een andere patholoog-anatoom kunnen kiezen. Want op zich, in de originele serie wordt het gespeeld door een man die de naam Den Koningen draagt. En als je het mij vraagt, hadden ze dat best wel ook een jongere man kunnen neerzetten die ook de naam Den Koningen droeg. Want op zich, de kok en de koningen die scheelden niet heel veel in leeftijd in de serie. Dus dat hadden ze best wel kunnen doen, maar hun hebben ervoor gekozen om een vrouw te kiezen. En het is één verhaal, dus het zijn geen losstaande afleveringen. Dat is ook wel een verschil met de originele serie, want de originele serie had eigenlijk altijd losstaande afleveringen. Dus elke aflevering was weer nieuw en dit is één verhaal. En daardoor las ik al wel een aantal reacties dat mensen zeiden, ja, maar dan haak ik af, want ik kan niet elke zondag kijken. Ja, dat zijn even verschillen. En op zich, later, in de laatste seizoenen van de originele serie, hadden ze dat ook wel. Dat er een paar keer een dubbele aflevering tussen zat. Maar er waren twee afleveringen en dan was het gewoon klaar. En dit is dus gewoon één verhaal. Dus je kunt in feite niks missen. Natalie is zelf helemaal groot fan. Die heeft al op Videoland gekeken. En die zegt, ja, ik vind het geweldig. Ik vind het ook heel spannend. Ik ben gewoon nog niet helemaal overtuigd. Maar dat had ik natuurlijk al naar de film. En ik moet het gewoon even allemaal aanzien. Ik wil het wel door blijven kijken. Maar uiteindelijk kan ik dan pas mijn mening geven. Maar ik heb nog niet zoiets van, het heeft een wow-factor, zeg maar. Ik heb ook nog even Alberto Stegeman teruggekeken. Dat was ook de laatste aflevering. Ik heb Glee gekeken en daarna natuurlijk gewoon Rex. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is dit kleurtje. Ik kan hem wel even pakken. Ik hoop dat dat gaat met het licht. Oh. Dat moet je wel laten zitten, tijgertje. Tijgertje, die zit steeds aan die van die kaarsjes, zeg maar. Die strikjes. Misschien worden die er ook wel af. Maar ik weet niet of ik ze ga aansteken. Ik heb eigenlijk nooit kaarsjes aan. Dit is een tweestaps versie namelijk. Deze nagellak. Ik ben verkouden, zoals je kan horen. Allereerst heb ik dus deze gebruikt. Dit kleurtje. Deze heeft de naam 711 Kinda Lilac You. Daar heb ik dus deze overheen gedaan. En dit is de C02 London Calling. Deze kwam uit een limited editie. Is ook niet meer verkrijgbaar. Maar toch nou wel leuk een keer. Nou ja, ik ga dus zometeen aan de gang. Ik had de bak, de douche, de gang. Het is nu wel de week van de grote schoonmaak. Dus ja, op zich niet heel erg. Ik heb gisteren zelfs na het afwassen al eventjes mijn keuken wat meer schoongemaakt. Ik heb even die plankjes schoongemaakt waar mijn kruidenpotjes op staan. Ik heb even de trolley schoongemaakt waar ik wat dingen op heb staan. Dus dat, nou ja, best wel druk geweest nog. Ik heb zelfs mondhoekla opgeruimd. Die was opgehangen. Dat was ik naar beneden gehaald. Dus ik was nog best wel productief. Maar ja, het kon ook gewoon. Want keizersvrouw begon pas om 7:45. Dus nou ja, kon ik nog even wat dingen doen. Goed, ik ga eventjes een muziekje aanknallen en dan ga ik jullie erbij zitten, want dan gaan we maar eens even wat doen. Dus de eerder ben ik ook weer klaar. Ik ben klaar. Dit is even een heel raar beeld, maar ik heb een beetje iets in mijn oog, heb ik het idee. Altijd best wel weer even een hele klus, maar ook wel weer een heel fijn gevoel als het klaar is. Ik heb zelfs even de raampjes, ik heb hier van die raampjes boven mijn deuren. Die heb ik ook even gelapt.
De binnenkant moet nog hoor. Deze kant moet nog, maar dat doe ik woensdag wel met de woonkamer. En ik heb ze in de douche heb ik ze gedaan. En dan daar is wel de buitenkant al van klaar, zeg maar. Alleen in de slaapkamer moet ik ze dan ook even doen van de week. En in de keuken moeten ze ook nog even. Dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. Echt belachelijk. Maar dat zit van dat getinte glas zit erin. Dus het neemt niet zo heel makkelijk af als dat je gewoon glad glas hebt. De bakjes van de katten zijn lekker schoon. Ze hebben alweer lekker vers eten en vers drinken. Ik heb mijn broccoli al gesneden. Dus druk maar voldaan. Vanavond ga ik Mary at First Sight kijken. Er begint een nieuw seizoen. En ik vraag me wel een beetje af of het niet een beetje te veel Mary at First Sight wordt. Want je hebt vanavond al een dubbele aflevering. En dan komt het morgenavond weer. Dus zo ben je wel heel rap door een seizoen heen. Maar goed, we gaan het meemaken. Ik ben wel benieuwd met de nieuwe presentator. Want Carlo Borchardt neemt het stokje nu over. Omdat Peter van der Vorst het niet meer doet. Want hij is nu programmadirecteur bij RTL. Dus hij gaat geen presentatieklussen meer doen. Dus het wordt nu overgenomen door Carlo Borchardt. Wat zeg ik dat stom eigenlijk, nu ik het mezelf hoor zeggen. Nou ja, dus dat ga ik kijken. Glee, Rex uiteraard. Ik moet nog een artikel schrijven. Ik wil eigenlijk nog even een persbericht inplannen. Dus het wordt nog wel een druk avondje. Maar ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Mijn batterij is ook bijna leeg. En ik zie jullie dan morgen wel weer. Ik probeer jullie morgen mee te nemen. Ik weet niet in hoeverre dat lukt, maar dat zien we morgen wel. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 7 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo richting de stad. Mijn vader komt me zo ophalen. Dan ga ik een andere bril uitzoeken. Ik heb een afspraak. Ik moet eerst mijn ogen laten doen met een montuur uitzoeken. Mijn outfit. Dat is misschien wel even leuk om te laten zien. Dat is niet heel bijzonder hoor. Ik heb aan deze trui. Die bij... Ik weet het even de naam niet. Ja, die heb ik toen gekocht. Met die lippen en mijn spijkerbroek van de Lidl. Die doe mijn epistomme aan. Ik heb niet mijn lenzen ingedaan. Ten eerste, het is te vroeg. En ten tweede, die moeten er toch uit met een autometing. Dus ja, hou het maar even zo. New York, kwam deze trui vandaan trouwens. Gisteravond heb ik Married at First Sight gekeken. Was wel heel leuk. Ook wel weer even grappig om te zien. Het komt vanavond weer, maar je hebt vanavond een beetje te veel leuk tv. Want je hebt ook... 5 Days Inside en je hebt ook 4 handen op 1 buik. Dat wil ik eigenlijk ook wel even kijken. Dus ik weet nog niet wat ik vanavond ga kijken. En Rex en Glee, dus dat was mijn avond gisteren. Artikel geschreven, het persbericht is ook nog ingepland, dus allemaal goed. Ik ga even mijn drinken opdrinken en dan ga ik wachten tot mijn vader er is. Ik zal de camera wel meenemen. Misschien dat ik nog wat kan filmen, ik weet het niet. We gaan het meemaken. Dus ja, ik ga hem even verder klaarmaken. Zo, ik ben inmiddels alweer even thuis. Ik heb in de stad verder niks gefilmd. Ik kon al eerder terecht dan de afspraak was. Ik heb een montuur uitgezocht. Hij is eigenlijk de 13e al klaar. Dus dat is eigenlijk... Is dat aanstaande zaterdag al? Weet ik niet. Morgen is 8. Nee, hij is volgende week maandag is die klaar. Maar het is even kijken wanneer we hem kunnen ophalen. Want dan moeten we even kijken wanneer daar de tijd voor is. Wanneer mijn vader kan. Dus dat gaat dan gebeuren. Dan kan ik hem ophalen al. Duurde ook maar echt maar een 6 dagen. Dus dat vond ik echt wel heel erg snel. Uiteindelijk is het heel iets anders geworden dan wat ik nu heb. En dat is ook wel een beetje dat ik geen kunststof meer wilde. Omdat ik nu weet dat het wat sneller breekt. Ik heb even nieuwe boontjes gehad, want die van mij die waren dus bevroren. En ik was gisteravond, die broccoli was ook niet meer helemaal goed. Die ga ik zomaar even punten als ik heb stopgezogen. Ik moet even mijn nagelen, een paar nagels verwijderen, want die zijn beschadigd. Die moet ik even opnieuw doen. En misschien nog even wat in mijn bullet journal. Dus ja, dat is de middag verder.
Dus dat is mooi. Eventjes de koffiekopjes opruimen. En dan. Ik heb ook weer even met T-Mobile gebeld. Want mijn internet vliegt er weer steeds uit. Ik krijg nu een monteur. Maar die kan niet eerder als 22 januari. Dus dat duurt nog even. Dus ik moet dus even mijn modem resetten. Ik moet even een pennetje opscharrelen. En dan ga ik die maar even resetten. Want dit is gewoon drama. Omdat ik er elke keer uit vlieg. Dus ja, dat was het eigenlijk een beetje. Dus ja, het was allemaal wel positief. Dus ik ga dat zo eventjes doen. En dan ja, ga ik eventjes mijn dingetjes doen. En dan ja, misschien is nog even mijn bullet journal. Ik moet eigenlijk nog steeds een andere kopen. Maar ik weet niet zo goed waar. Want ik heb niet echt een boekhandel. Ik weet dus niet of andere boekhandels die wel hebben. Dus ik kan eigenlijk nog niet verder met 2020. Moet ik even op internet kijken of ik hem misschien ergens online kan kopen. Misschien dat ze bij Bruna online hebben. Moet ik even kijken. Ik ga nu in ieder geval eerst even stofzuigen. Dan ben ik daar ook vanaf. Heel even wat gekleurd. Was ook niet heel lang, maar was ook vrij laat begonnen. Omdat ik eventjes iets geen nagels ontlakt heb. Die ga ik even opnieuw doen. Dan kan ik me zo aan irriteren als dat er niet meer uitziet. Katjes zijn nu aan het eten, dus ik houd het een beetje in de gaten. Kijk, zitten ze. Tijger zit verstopt achter de tafel. De bonen zijn afgehaald. Lekker, ik was heel blij dat ik gisteren alles had gedaan. Want ondanks dat ik nog best wel op tijd thuis ben, had ik het niet gered. Had ik het nog wat moeten doen. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal wel goed gegaan. Ik ben ook eigenlijk helemaal vergeten om in de stad te filmen. Maar weet je wat het is? Dan loop je in de stad en ik wou... Muis, ga eens door eten. We waren ook eigenlijk al vrij snel. Ik zou even bij Muis gaan zitten. Bij de brillenwinkel. En je vergeet het gewoon. Maar wat wel voor mij heel erg nieuw was. Ik ben nu bij een andere brillenzaak als waar ik voorheen... Maar door eten, Muis. Voorheen ging. En dit was voor mij allemaal heel nieuw. Want... Alles ging heel automatisch. Vroeger moesten ze met de hand. Moesten ze glaasjes voor zo'n bril doen die je opkreeg. Dit konden ze allemaal per computer gestuurd doen. Ook door het aftekenen van de bril gaat heel anders. Want dit doen ze door middel van een foto die ze maken. En daar komt een speciaal meetdingetje op die bril. Het is allemaal heel anders. En je krijgt nu ook niet de bril uit de winkel. Op de Shen waar ik altijd was, kreeg je de bril uit de winkel. Dus iedereen had die ook opgepast. Nou ja, natuurlijk wordt zijn bril gewoon gereinigd. Ja, dat spreekt voor zich. Maar er wordt zo'n bril. Die kreeg je dan uit de winkel. Die pakte je. En die stuurde ze op. Daar werden er glazen voor gemaakt. En dan kon je hem binnen zoveel weken ophalen. Nu was die ook gewoon heel snel al klaar. Dus dat was wel even voor mij heel nieuw. Ik ga zometeen even lekker relaxen als de katten klaar zijn. Ik ga vanavond, ik weet het nog niet, want je hebt ook weer Married at First Sight. Je hebt een beetje te veel televisie, maar je hebt ook 4 handen op 1 buik, wat ik heel mooi vind. Dus ik ben nog een beetje in twijfel wat ik ga kijken. Morgen moet ik weer vrij vroeg eruit, want ik heb weer een afspraak. Aansluitend even boodschappen doen. En dan ben ik voor de rest van de week gewoon weer lekker thuis. Dus dat is morgen. Ja, sowieso Rex en Glee, maar laatste brokjes, muisje. Kom maar eten. Kom maar door eten. Heel goed van jou. Ja, toch niet zoveel, hè?
ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik weet niet of het weer een lange weekvlog is of dat hij weer relatief wat korter is. Maar dat zal ik met editen zien. Misschien dat ik daar straks nog even aan begin en anders morgen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op de abonneerknop te drukken. Maar ook met het rondje, op het rondje met mijn gezicht. En bij de abonneerknop zit ook een belletje die je kunt aandoen. Dan krijg je me zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze vlog leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En ik hoop je eigenlijk gewoon de volgende keer weer te zien. Doeg!